Tot en met 19 februari is in het Historisch Museum de tentoonstelling Nieuw Landschap te bezichtigen. In het kader van deze tentoonstelling werd gisteren een taxatiemiddag gehouden met de taxateur van de collectie Nederlands Landschap, Fokke van der Veen. Vandaag hebben we taxatiemiddag in het Historisch Museum in Deventer. En we hebben een tentoonstelling hier en die gaat over nieuw landschap. Er zijn allemaal schilderijen te zien over nieuw landschap. En we hebben bedacht daarbij dat het leuk zou zijn als mensen ook hun schilderijen zelf zouden kunnen laten taxeren vandaag. De taxateur is een meneer Van der Veen uit Apeldoorn. En die heeft deze collectie die hier hangt ook oorspronkelijk getaxeerd. En die taxeert dus nu ook van particulieren uit Deventer en omstreken hun schilderijen. Tijdens deze dag kwam er een kleurrijk heuvellandschap van Gerrit van 't Net voorbij. De taxateur schatte dat het schilderij 35.000 à 40.000 euro waard is. Op het eind van de taxatiedag een Gerrit van 't Net. En die meneer die had er 3, 4, maar er was er één bij. Ja, die schatte ik toch in op 35.000, 40.000 euro. En dat was toch een heel mooi stuk. Maar het gemiddelde van de hele dag was helemaal niet slecht. Er was een heleboel bij wat echt niets was. Maar ook, er waren veel mensen met mooie 18- en 19e schilderijen. Absoluut. Hoe vaak worden deze middagen gehouden? Nou, wij proberen rondom een tentoonstelling altijd wat leuke activiteiten te organiseren voor de mensen. Dus we hebben wel regelmatig een taxatiemiddag. Ja, als er weer een schilderijtentoonstelling is of iets waarbij wat bij het onderwerp past, dan organiseren we zoiets. Zaterdagavond 14 januari kwamen voor de landelijke competitie de nationale marathontoppers naar kunstijsbaan De Scheg. De marathonschaatsers streden om de KPN Marathon Cup. Dit was de 14e van 15 wedstrijden. Bij de heren gaat Crispijn Ariens uit Heerenveen aan de leiding. Bij de vrouwen Mariska Huisman uit Andijk. De laatste finale wedstrijd om de KPN Marathon Cup vindt plaats in Groningen op zaterdag 21 januari. Afgelopen zaterdag werd in het Hof van Salland in Diepeveen voor de tweede keer het Join the Force LAN-event gehouden. Het is een gaming-evenement waar mensen vanuit het hele land het tegen elkaar kunnen opnemen in verschillende games. Vandaag komen allemaal gamers uit heel Nederland eigenlijk. En die zijn voornamelijk aangesloten bij Join the Force. Dat is een online community en die komen hier gewoon samen gamen. Zoals hier komen mensen met hun eigen computer, die komen ze hier gewoon brengen. Wij zorgen dat er internet voor is, stroom en dat zij hier gewoon een computer aan kunnen sluiten en dat ze gewoon kunnen gamen hier. Voor de organisatie schakelde Join the Force de hulp in van Events for You, het evenementenbureau van studenten van Saxion Hogeschool. Ja, de man achter Join the Force, dat is Michiel Dijkslaag. En die is bij Saxion gekomen met de vraag, zouden er nog studenten mee kunnen helpen met het organiseren hiervan? Nou, en wij waren als projectteam, uitgekozen om voor dit project mee te helpen. En vandaar dat we ook in het hele wereldje als ware zijn beland. Voor de vroege vogels onder de gamers opende het Hof van Salland zijn deuren al om 10 uur 's morgens. Deelnemers konden meedoen aan verschillende competities. De gamers gaan uren door en drinken veel energiedrankjes om het vol te houden. Jullie gaan tot in de late uurtjes door, hoor ik. Ja, tot in de late uurtjes, zelfs tot morgen 4 uur. Dus de hele nacht door zelfs. Nou, in dit geval omdat de gamers uit heel Nederland komen. En anders komen ze alleen eventjes voor 1 ronde of komen ze maar heel even hier naartoe. En nu bieden wij ze de mogelijkheid om langer te blijven. Hè, zodat ze ook nog langer hun ding kunnen doen. En gewoon voor de gezelligheid natuurlijk. Ja, ook iemand die kwam 2 uur later omdat hij vanuit Noord-Holland moest komen en had vertraging. Dus die hebt er heel veel voor over. De Ulebelt ontving afgelopen vrijdag het keurmerk Kinderboerderijen. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de kinderboerderij voldoet aan de wettelijke en kwaliteitseisen. En een veilige plek is voor bezoekers, dieren en medewerkers. De stichting Kinderboerderijen Nederland heeft
heeft het certificeringstraject voor dit keurmerk opgesteld in samenwerking met diverse partijen, waaronder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het keurmerk werd uitgereikt door Theo Visser, vertegenwoordiger van de Stichting Kinderboerderijen Nederland. Samen met wethouder Margriet de Jager bevestigde hij op een feestelijke bijeenkomst het keurmerk aan de wand van de kinderboerderij. Voor veel buitensporters is de winter een periode van wachten en verlangen naar de lente, zodat ze weer bezig kunnen gaan met wat ze het liefste doen. Dit geldt ook voor de BMX'ers, die graag buiten op hun fiets stunts uithalen. Voor hen organiseerde Skatepark Burnside daarom een ludiek evenement. Hier bij Burnside is de vierde stop van de BMX Elfstedentocht gaande. En wat is dat precies? Nou, door heel Nederland organiseert SoulCycle BMX Shop uit Amsterdam de Elfstedentocht. In alle binnenskateparken kunnen de BMX'ers uit Nederland lekker binnenfietsen in de winter. Je kunt een stripkaart aanschaffen. En per stop verdien je een mooi stempeltje en aan het eind kun je daar weer mooie prijzen voor krijgen. Burnside is voor dit evenement benaderd door SoulCycle of dat hier kon. Dat kon. Maar Burnside organiseert zelf ook één keer per jaar de boxseries. Dat is voor skateboarden, inliner en BMX zijn hier wedstrijden. En er zijn nog een aantal grote internationale wedstrijden hier. De BMX'ers komen uit het hele land om hier te kunnen rijden. Maar waarom reizen ze helemaal naar Deventer? Er zijn niet heel veel binnenskateparken in Nederland en dus moet iedereen het hele land doorreizen om binnen te kunnen rijden. BMX is nooit heel erg in. Je ziet wel dat het heel erg aan het groeien is, maar het blijft een beetje een underground sport. Het hoort een beetje bij het skateboarden en bij het inline skaten en dan is het de kleinste tak, maar wel de gezelligste. Ja. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten via redactie@deventerrtv.nl.